Toen dacht ik vissen. Dat is het huis van Anne Frans. Ja, dat is Anne Frans. De hozen. Ja. Oh, er zijn veel meer kinderen bij. Ja, ik herinner me dit ook nog wel. Steeds de wereldbol. Mooi huis hier. Ja. Vis gevangen was en dat hij meteen met die poes alles opgetreden had ik ook. Zo'n soort verhaaltje. Ja. Nou, 51 minuten. Nou wel, wat een prooi. Nou, dan laat ik er even bij, hè? Ja. Want die waterkamera wel hier bij. Ja. Ja. Vissen. Ja, zie je. Toen waren we alleen. Oh, jij met... Ik met pa en oom Karel. Met z'n buitenbootmotor. Wie is dat dan? Oom Karel. Oh, Guus. Broer van Karel. Oh. Die moest de eerste motor afstellen. Maar dat weet ik nog heel goed. Oh. Die moest eerst die motor helemaal afstellen. Nou, als het nog goed was, dan kon we ook. Maar dat was s'nachts om 4 uur of zoiets. Oh. 6 uur, heel vroeg. Dat is toch wat kroos. Maar dat had ik toen nog niet door met Karel, was een homo. Oh.
mij was dat zijn vriend. Ja, ja. We werden een kalfje geboren. Terwijl jullie in het vissen waren. Nee. Het is zelfs afgelopen. Waarom? Vanwege het kalfje? Ja, waarmee nee, het kalfje? In Amstelveen. Dat heet oh, het kalfje. Het kalfje. Bij de kalfjeslaan. Ja. Sta ik te pissen? Nou zeg. Het ook iets met zwaan hoor. Alle vissen weer terug. Speedboat.